Dit is Team 1. Komt iedereen mee? Ja, ik kom. Ik kan Emiel nog zien, dus... Oh, er is een koetje. Lekker, lekker. Ze biedt niet meer, nee. Er zijn er ook nog twee koeien. Ik ga die ook... Drie koeien. Die ga ik ook even snel killen. Ah, oh, yes. Die slet. Oh, maar die zijn echt vlak bij de border. Ik moet hier weg. Nee. Doe dat maar hier. Hier zijn de schapen. Oh, ik kan niet meer sprinten. Oh, fuck. Kom zo snel mogelijk naar jullie. Ik heb twee schaapjes gedood. Er is een gescheerd schaap hier. Waar zit je, Emiel? Daar. Ja, hier. Heb je eten nodig? Ja, ik ga er even snel wat koken. Ik heb een furnace gemaakt. Wacht, nee. Ik heb hier dingen, stoes. En dan loopt jij gewoon mee, goed? Oh, wij gaan zo gerekt worden in die deathmatch. Dat is niet normaal. We hebben amper iets. We hebben niet eens apples, niet eens gold. Atlantia Games. Ja, de leven allemaal nog. Staan ze er beter voor? We hebben wel apples. Nee, dat niet. Dat is wel positief. Ik ben gewoon weg aan het lopen van die borden, dus ik neem aan dat die mij wel volgen. En ik ben gewoon achter u aan het lopen, dus... Ja, maar ik zie je niet, dus... Ja. Ah, hier is wel nog sugarcane, dat is wel nice. Nee, want hier gaan we nu ook wel sporen tegenkomen van andere spelers. Heeft iedereen al veel iron, of niet? Nee, ik nog niet. Ah ja, ik heb het voor u gear, dus als jij komt... Dan... Ja. Oké, kijk wat de coördinaten zijn. Bij 500... Ja, echt, ah, hier is wel een ravijntje. Ah, maar er is wel iemand in geweest. Pas op, hij gaat niet naar ravijn flikkert. Volgens mij had Wouter nog een helm voor u, niet? Nee. Ja, ik had nog een helm voor u. Oké, thanks. Oh, we zijn vrij ver. Oké. Ik stel voor jullie eventjes naar mij komen. Ah, iemand zijn furnace ligt er nog. Kijk naar er iets in zit. Ik ga hier wel even snel mijn eigen furnace... Neerpleuren. Nee, anders kom even naar mij. Kom even naar mij, want ik ben niet zo graag alleen. Ik kan nog wachten met de DMP's te maken, want in het geval dat we geen optie meer vinden, wat ook waarschijnlijk wel gaat zijn. Optimistisch. We gaan wel nog optie vinden. Zeg jij bij mij, Jaren? Ja. Ja. Oké, okay, en daar is Emiel. Nice. Ik denk gewoon vooral dat het leuk is voor de kijker om zo naar de verschillende perspectieven te zien. Zo, de ene aflevering bij hem kijken, en andere ja. Wouter, ik heb je Iron Furnace even volgeduwd. Oh, maakt niet uit. Ja, ik stel voor. Ik heb al een bucket van water pakken. Ik zal al meerdere maken. Als jullie nu zijn van, waarom de fuck heb je daar nu aan buckets verspild, die Iron, sorry. Maar ik zal iedereen één bucket geven, goed? Okay. Ik kan wel van pas komen. En Jaren, ik zie je niet, dus... Ik heb de bucket ontvangen. Oké, ik ga nu gewoon de stripmine beginnen. Ik heb op een heel domme plaats gestart, maar dat maakt niet zo uit. Ik denk dat we gewoon heel veel ongeluk hebben gehad met onze caves. Nou, we geen caves zijn tegengekomen. Oh, nevermind. Zou het niet beter zijn als ja, wij wacht. Kom mee, als ik we zit de in, iron ik zit in... gewoon meenemen? Ja, ik zit in één vat cave. Okay. Anders kunnen ze dat even goed gewoon komen stelen. Ik ga meepakken. Ik ben kwijt waar jij begonnen met mijnen. Dus... Volg gewoon de torch. Ik ben ergens binnen mijnen. Ik ben wel ergens binnen mijnen. Aan de hoek van een... Wacht, waar was dat? Ah, daar. Ah, hier. Oké. Okay. Ah, ja. Ah, jee. Ik heb een rondje gelopen. Oké, ik denk dat we vanaf hier wel terug straight naar beneden moeten gaan minen. Het belangrijkste is gewoon dat we eigenlijk nog een enchanting table hebben. We moeten ook nog gold vinden. We moeten nog heel veel doen eigenlijk. Ik hoor trouwens een skeletten. Dat is niet zo goed. Dus ik neem aan dat je niet te groot toe... Oeh ja, ravijn. Lekker. En die gaat tot op de bodem. Nice. Oké, en er is lava. En er is gold. Oké. Lekker. Oh my god. We hebben heel veel geluk gehad. Ik ben heel snel beneden kunnen geraken. Oh, zo... Fuck, ik heb geen dingen meer. Kut. Ah, oké, dat gaat blijkbaar. Er is obsidian, dus ik ga dat mijnen. Nice. Het probleem is... Als ik die obsidian ga mijnen, heb ik een DNP voor nodig. Probleem is dat niet weer zeker. Creepers. Oh god. Maar oh nee, ik ga hier niet op tijd wegruimen. Waar is die creeper? Oh! Daar. Daar dus. Ik heb nog maar de helft van mijn held. Rip. Oh, dat is rip. 7 minuten, gewoon allemaal zoveel mogelijk. Iemand houdt zich bezig met de furnaces.
ik niet. Ik heb hier nog wat lapis. Ik doe wel de furnaces. We hebben hier niet zo... Oh, nog een ravijn. Een ravijn aan een ravijn. Oh, kut. Ik heb geen iron. Oké, ik ga een ravijn aan een ravijn gaan. Goed. Zou je me snel iron pickaxe willen hier? Iron wat? Een pickaxe. Pickaxe. Dan moet ik die wel maken. Zo. Snel wat cool. Ja, we moeten echt snel werken, hè. Okay. Oh, jammer dat we deze cave niet eerder hebben gevonden, eigenlijk. Hier, achter, daar is een... Maar als we eerder waren gaan zoeken, hadden we deze misschien nooit gevonden. Anders is het al diepe shit. Hier is een pickaxe. Ah, waarom? Hier. Ah, nice. Nog 6 minuten. Ik neem aan... de tactiek is om de golden apple te eten voor net voordat de deathmatch begint. Dus, is het nat hier? Ja. Dat is slim gezien. Ja. Ik hoop gewoon dat ik nog één fucking diamond vind. Ik weet nu al dat het andere team al veel meer diamonds heeft. Dat is ook gewoon zo. Dat gaat ook gewoon zo zijn, volgens mij. Ja, denk ik ook eigenlijk wel. Zo. Diamond! Yes, yes, yes. Lekker. Lekker. Zeg dat wel. Nu hebben we eigenlijk echt de gold nodig, maar oké. Oké, waarom deed hij niks? Ja, ik neem aan, ja, ik ben nog geen geld verloren, dus... Ik heb... ik stel voor dat nu iedereen gold gaat hunten. Ja. Gold. Gold, waar ben je? Geef je over. Hier ligt een hoop obsidian. Dus gold die ga ik zo... hunting has begun. Ah, fuck, waar is die cave? Hier. Zo, dat ik dat makkelijk terugvind. Ja, nog 2 gold erin. Snel een pickaxe maken. Oh, jongens. Ja. Ah, ik kan straks 2 diamond swords maken. Dus ik neem aan dat je de 2 diamond swords geven aan de mensen met het meeste health. Omdat die het meeste kans gaan hebben. Ja. Om te overleven. Oké. Sorry. Sorry. Maar, ja, okay, sorry. Het is gewoon ik begrijp het wel. Misschien is het beter met het minste health. Want dan kun je u beter verdedigen. Ja, dat is hem net, hè. Oftewel ga je evenwicht, oftewel ga je iemand overpoweren, snatte. Ja. Ja, dus ik stem voor het overpoweren van iemand. Mij maakt het eigenlijk niet uit, want ik zit bij beide partijen. Oké, ik heb nu al 4 obsidian. Was er iemand van jullie net naar beneden gevallen? Nee. Ja, sorry. Oh, oké. In het geval... Nee, maar in het geval dat een enemy was, die komt zo achter mij van... Hey, hello, motherfucker. Snap je? Dat is niet de bedoeling. Dan hebben we toch nog een enchanting table kunnen maken. Dat is wel lekker. Ah nee, fuck, ik kan maar 1 diamond sword maken. Tuurlijk, ik heb hem nog... Er moet hier nu toch ergens gold zitten, Jesus Christ. Iedereen mag terugkomen als ze gaan enchanten. Ik ga diamond sword maken. Nu echt gewoon zoeken voor... gold. Ja. Ja, sharpness 1. Oké, ja, daar mikt ik gewoon op. Ik heb ook sharpness 1. Op mijn hart. Zo. Protection 1, unbreaking 1. Mooi. Punt is, we hebben nog maar 2 minuten. Wij zitten dus alles te rushen en anderen nee van... Oh, feather falling. Dat is wel lekker op boots. En misschien moet ik ze wel dan aan doen. Oké, maar nu moeten we echt dingen gaan zoeken. Nu moeten we echt wel... is er iemand hier al naar beneden gaan? Ik heb gold. Heeft er iemand 3 gold ingots nodig? Ik heb appels. Dus ik neem aan dat je zo snel mogelijk terugkomt, dat gaat burnen. En dat iemand toch nog snel een appel kan pakken. Dus wat moet ik met die gold ingots doen? Je hebt echt al ingots. Maar heb je er 8 of niet? Ik heb ingots. Dus zijn die blokken zo. Ah, die moet jij zo snel mogelijk burnen. Want het is maar 50 seconden. Ik heb ingots, hè. Ik weet niet. Maar... Wel ja, maar ik kom... Niet ik kom blokken. Snel... 3, maar... Er zijn er maar 3, dus... Ah, in totaal maar. Ja. Ah, dat is fucking rip. Ah, ja, en dan zal het geen golden apple voor u nee, zijn. Nee, geen golden apples, dus... Ah, shit. Oké, Jarin en ik zijn allebei low, dus we gaan even hoe moeten communiceren tijdens dat match. Ik stel voor dat we in het begin hiden. Ja, inderdaad. Andere team zou elkaar laten uitmoorden. Ik weet niet eens hoe dat de deathmatch er op deze server aan toe gaat. Wat gebeurt er? Oké. Okay.